En Henrik Vervels ook in Westendorf. Ja, ik ben zeker in Westendorf, ook in de feestweek hier in Westendorf, waar allerlei artiesten optreden. Waarvan ik er een ben, ook in kleine cafés bij Gary's in, een en al feest hier in Westendorf, zeker. Nou, momenteel zijn wij bezig met de nieuwe plaat. De nieuwe single die de meeste artiesten zeggen, dat daar kun je niet veel over vertellen. Nou, in mijn geval is dat ook zo, maar ik kan er wel verklappen alvast dat de nieuwe plaat Ik Zag Haar Daar gaat heten. Het is een cover. Een cover van de Raubers, der Raubers uit Duitsland. En ja, we zijn er nu ook opnames aan het maken hier in Westendorf. Om een deel van de clip hier in Westendorf op te nemen. Zijn er ook nog meer plannen, Henry, dit jaar wat betreft entertainment en zang? Nou ja, we zijn in ieder geval bezig met deze nieuwe single. Maar we zijn ook met een andere single weer bezig voor na de zomervakantie. En we zijn natuurlijk druk bezig met de organisatie van Holland Verstijn. Waar wij het land doortrekken met diverse artiesten. En daar hopen heel veel mensen naartoe komen, hopelijk. Maar dat kunnen we allemaal vinden op www.hollandverstijn.nl. Wat betekent TV Oranje voor Henry van Velsen? Ja, nou ja, TV Oranje is voor iedere artiest heel belangrijk. Dat is de enige zender nog die zeg maar de Nederlandse videoclips, Nederlandstalige muziek op de nationale zender draait. En daar zijn we natuurlijk allemaal blij mee, want dat is toch een podium voor ons om te laten zien dat we een nieuwe single hebben, een nieuwe clip hebben en daardoor ook weer boekingen kunnen krijgen. En heb je nog wensen? Nou, wat qua wensen betreft kan ik zeggen dat ik een bevoorrecht man ben. Ik heb eigenlijk weinig wensen. Gelukkig zijn we allemaal nog gezond. De kinderen en het gezin. En we kunnen de dingen doen die we kunnen doen. We zijn net pas verhuisd naar een ander huis. Dan hoop ik samen met mijn lieve Yvonne oud te worden.